Erwin van der Looy, zware wedstrijd afgelopen zondag in de Kuip, Wat heb je ervan geleerd? Um, je kreeg een complimenten envelop. Ja, van, van Arne, Arne Slot. Uh, nou, ik niet, maar de ploeg. Uh, dus, uh, dus dat is mooi. Ja, wat heb je ervan geleerd? Het is wat je zegt: een zware uitwedstrijd tegen de kampioen. En uh, ook in zo'n wedstrijd zie je zelfs weer dat het uh, beslist wordt in momenten. Dus tuurlijk was Feyenoord wel uh, bovenliggend. Maar in de eerste helft. Uh, hebben zij eigenlijk misschien twee, drie momenten gehad voor de goal? En daar hebben ze twee goals uit gemaakt. En ik denk dat wij drie goede momenten hebben gehad. Met Ruben, met, uh, met Brian Limbombe en met uh, Jis, een voorzet die die net mist. Ja, daar daar zit eigenlijk, zat eigenlijk net het verschil in in de wedstrijd, waarin zij uh, twee keer toesloegen en wij hem uh, er niet in kregen. Ja, en dan, uh, dan verlies je zo'n wedstrijd. Tevreden dus over de prestatie in Rotterdam. Nou, dat is wat overdreven vind ik. Want uh, wij hebben gewoon punten nodig. Dus uh, het gaat niet alleen om presteren, het gaat ook om resultaat halen. Dus, dus daar zeker niet tevreden over. Uh, maar sommige dingen hebben we wel beter gedaan dan dat we voorheen hebben gedaan. Hè. We hebben relatief weinig kansen weggegeven in die wedstrijd, ook in de tweede helft niet. Uiteindelijk valt het de derde nog uit een vrije trap. Dus, uh, dus dat hebben we beter gedaan. Maar de tweede helft hebben we te weinig kansen gecreëerd. We, we hadden het moeilijk. Ik uh, zag wel dat de pijp een beetje leeg begon te raken in de loop van de wedstrijd. Dus ja, wel weer een, uh, een kans gemist. Zo voelde het toch wel weer. Dus uh, dingen beter gedaan. Dingen moeten ook nog een stuk beter. En uh, daar krijgen we gelukkig morgen weer de kans voor. De oudste derby in Overijssel. Gerardus Almelo tegen Corey Eagles. Ja. Kijk eens naar die wedstrijd. Ja, te kijken naar uit eigenlijk. Go Ahead is, uh, is een goede ploeg die uh, de laatste jaren steeds beter is gaan doen, zich uh, goed ontwikkeld, met een mooi team staan, een fysiek uh, sterk team met veel uh, loopvermogen, een bepaalde speelwijze die, uh, die Haken erin heeft gebracht, dus, uh, waarbij hij laat zien dat hij ook een vakman is. Uh, dus dat is, dat, is te, dat is mooi om te zien. Uh, aan de andere kant willen wij morgen gewoon een resultaat halen. We hebben de, de laatste thuiswedstrijden, uh, vind ik, uh, steeds heel veel uh, veerkracht getoond door van een achterstand terug te komen. Het is voor ons nu zaak dat we vanaf het begin af aan uh, er zijn. En, en, en niet uh, dingen moeten repareren, maar dingen gewoon kunnen gaan forceren zelf. En uh, ja, wij gaan morgen gewoon voor de overwinning natuurlijk, dat is logisch. Je geeft al duidelijk aan, er moeten punten komen in de komende wedstrijd. Ja, we hebben nog niet genoeg om, uh, om erin te blijven. Dus er moeten zeker punten komen. En die, uh, kijk, ik zie nog steeds uh, in de ploeg een, uh, dat het stapje voor stapje dat we beter worden. En het is ook logisch, er zijn natuurlijk jongens uh, nog niet eens zo lang bij als je naar Kelvin kijkt, als je naar Aydin Roestich kijkt. Uh, en je ziet dat, dat nu die jongens worden beter die krijgen, die krijgen wedstrijdritme. Dus uh, ja, maar dat moet uiteindelijk wel uh, gewoon punten op gaan leveren. Dat is duidelijk. Je hebt meer, meer punten nodig dan uh, dat we nu hebben. Hoeveel spelers heb jij tot je beschikking komende zaterdagavond? Nou, eigenlijk hebben we iedereen, behalve. Vrij Vrijdagavond. Vrijdagavond, ja precies. Behalve Jannes. Uh, Jannes die raakte in de, in de wedstrijd in, uh, in Rotterdam geblesseerd. Verrekking aan zijn, uh, aan zijn hamstring. Dus die, uh, die, 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 die is er niet bij. Die missen we, uh, hopelijk gaat hij Twente weer halen. Dat, dat zal uh, kantje boord worden, maar die zit morgen in ieder geval niet bij. En Leerdam? Die is er zeker bij. Ja hoor. Die heeft een paar tikjes gehad. Uh, in zijn gezicht, uh, wat hechtingen, maar uh, die, is, uh, die is gewoon inzetbaar. Die gaat gewoon door. En die wil ook graag? Ja, die wil hartstikke graag. En dat, uh, dat straalt hij ook volgens mij uit. Die is uh, super positief, goed bezig met de andere jongens, uh, probeert er ook uh, echt wel een team van te maken en ons te helpen. Dus het uh, is mooi om te zien. Ik kan me voorstellen dat een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ook voor de spelers iets bijzonders is. Ja, dat denk ik wel, zeker. Uh, er zijn natuurlijk ook een, jongens, een paar jongens die wat, van wat verder komen, maar als je bij een club speelt, ook al kom je niet helemaal uit de regio, dan voel je wel de sentimenten die er leven eh, om hier in, in Overijssel. Dadelijk komt er nog zo'n wedstrijd aan bij Twente. Dat, dat zijn natuurlijk wedstrijden waarvan iedereen beseft dat het net even iets anders is dan, uh, dan de gemiddelde doorsnee Eredivisiewedstrijd. Dan is er een interlandweekend tussen. He, heb je daar nog plannen voor? Ik persoonlijk of als team? Wat bedoel je? Als team. <laughs> ja, dat dacht ik al. Jazeker. Uh, ja, we gaan ook in die uh, periode gaan we, gaan we twee keer oefenen. Want uh, wat ik zei, we hebben een aantal jongens die, uh, die gewoon minder hebben gespeeld. Of die van uh, Jis is van de blessure teruggekomen, Kelvin, Aidin, uh, Jordi. Allemaal jongens die minder hebben gespeeld. Dus wij moeten ook gewoon uh, wedstrijdritme houden. En, en meer inhoud krijgen om te zorgen dat we in de laatste weken gewoon top zijn. Is niet alles al een beetje gebaseerd op de laatste drie wedstrijden van deze competitie, waarin er dus directe tegenstanders zijn? Nee, nee, nee. Misschien dat dat bij jullie zo is, maar bij ons zeker niet. Nee, dat, daar kan je het ook niet op aan laten komen zomaar eventjes en, en daarvoor liggen er ook nog in de wedstrijden daarvoor veel te veel punten die, die je kan halen. Kijk, we verloren van Feyenoord en misschien is de uitslag 3-0, uh, denkt iedereen, uh, kansloze nederlaag. Ik denk als je de eerste helft hebt gezien dat dat niet, niet zo was. Dus, en zo gaan al die wedstrijden zich de komende tijd ook ontwikkelen. Waarin dus voor ons is er genoeg te halen. En als wij een aantal dingen net even iets beter doen, dan kunnen we ook voor die laatste drie wedstrijden al de nodige punten erbij schrijven. In het verleden met het slechtste seizoen van de raklers met de degradatie, toen waren 34 punten niet genoeg. Dan bijna wel een eind van die 34 af. Ja, dat, dat, dat klopt. We missen, we missen nog een aantal punten. Maar je weet nooit hoe, die, hoe dat seizoen verloopt en hoeveel punten je nodig hebt. Dat was een uitzonderlijk seizoen. Maar ik denk wel dat we wel richting dat puntenaantal zeker wel moeten. 34 punten hadden we al gezegd. Niet genoeg? Misschien niet, misschien wel. Ja, maar, nou ja, misschien niet, misschien wel. Dus, uh, dat, dat is ook zo. Maar ik, ik denk wat ik net zei: we krijgen nog uh, behoorlijk wat wedstrijden. En we hebben een hele zware serie gehad. Hè, met met uh, uh, PSV uit, met Feyenoord uit, met Utrecht uit. Gewoon uh, uh, pittige uitwedstrijden allemaal. Nu komen er toch wat wedstrijden. Behalve uh, ook Twente is natuurlijk een, een top 4-club. Uh, maar komen er komen de wedstrijden waarin het denk voor ons, en ook, trouwens ook bij Twente, echt wel wat te halen is. Dus, uh, het wordt tijd om punten te pakken, dat, dat beseft iedereen. Dat, besef, dat beseffen wij uh, binnenkamers ook donders goed. Maar het is nog geen uh, tijd voor paniek.